Het deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de precisiebemestingscorporatie Rijnland organiseerden in Wassenaar een demonstratie om boeren te informeren over de voordelen van precisiebemesting. Met deze demo wil de organisatie ook naar buiten toe laten zien hoe de landbouw werkt aan het verminderen van emissies. Wij denken dat door precisie de emissie tot nul kan worden gereduceerd of tot bijna nul. En daarvoor moeten de telers, de melkveehouders en de akkerbouwers en de tuinders investeringen doen die klein tot groot kunnen zijn. En dat gaan we vandaag hier laten zien. Je kunt met eenvoudige machines een heel eind komen, je kunt met ingewikkelde machines een heel eind komen. Maar in alle gevallen probeer je de precisie op te voeren in de bemesting. Dat is het thema van vandaag. Ik ben de voorzitter van de precisiebemestingscoöperatie Rijnland. We zijn vorig jaar opgestart met het idee hier in provincie Zuid-Holland met een aantal boeren de opbrengst verhogen en de kosten te verlagen en een grote stap in het milieu te maken. Rond mijn bedrijf heb ik al 23 kilometer slootkant. Ik heb enkel het gras gewin. De afgelopen 7 jaar heb ik al op een wagen 5-6 extra gras. Door beter met vloeibare meststof aan de gang te gaan. Om al mijn slootkanten heb je toch het bogen idee van de traditionele kunstmeststrooier. En dat is met de spaakwiel bemest je natuurlijk de meter van de sloot net zo netjes als middelperceel. Je begint met de bemesting uit te voeren op het juiste moment, als het gewas het nodig heeft. Je doet het in de juiste dosering, mondjesmaat, net zoveel als het gewas op dat moment vraagt in aanvulling op wat er door de grond wordt geleverd. Het derde deel van mijn mantra is het moet zijn een circulaire meststof. En het vierde deel van de mantra is het moet in de wortelzone worden geplaatst. Zodat je kunt rekening houden met de verschillen binnen het perceel. Dat kan zelfs oplopen tot op vierkante meter niveau en zelfs tot op stoeptegelniveau.